is bijna bedtijd, nog even en dan mag je op reis naar dromenland, het einde van de dag. Kom lekker bij me zitten, met je pyjama aan. Een piepklein verhaaltje, voor het slapen gaan. Hallo kinderen, goedenavond. Zitten jullie weer klaar? De voorles al maar wel. En waar gaat het vandaag over? Het gaat over de vriend Tom, die mooie post stuurde. En die komt uit Zuid-Afrika. En Tom heeft allemaal spannende verhalen bij zich. Kijk maar. Hij heeft het over een krokodil. En over apen. Zou dat nou voor iemand zijn? Luister maar. Tom uit Zuid-Afrika komt. Mick en Mara schieten in hun jas in de schoolgang en roets. Weg zijn ze. Rugtas in de hand. Naar buiten. Naar papa, die op ze wacht. Met zijn vriend uit Zuid-Afrika. Tom heet hij. Maar midden op het plein staan ze stokstijf stil. Want die reuze meneer naast papa. Is dat Tom? Ze doen hun rugtas om. Heel langzaam. En nog langzamer lopen ze door. Maar papa lacht en praat met hem. Het zal dus wel goed zijn. Of niet? Hallo Mick en Mara, dit is Tom, zegt papa. Geef Tom maar een hand. En Mara is de eerste die durft. Poeh! En Mick steekt ook zijn hand uit. Poeh! Hallo Mick en Mara, ik ben Tom, de reus van de jungle. En jullie krijgen de groeten van je oma Koosje. Waar heb ik ze? Hij klopt op zijn jaszakken en hij zoekt in de zakken van zijn broek en hij kijkt onder zijn trui. Sapperloot, waar heb ik nou de groeten gelaten? Mick en Mara durven naar Tom op te kijken. Maar daarvoor moeten ze hun hoofd helemaal in hun nek leggen om hem te kunnen zien. En wat zien ze daar? Twee vriendelijke ogen en een lachende mond. Ken jij onze oma Koosje? Vraagt Mara. Jazeker. Hoe dan? Vraagt Mick. Van vroeger, toen jullie nog achter de sterren woonden. Niet waar. We woonden niet achter de sterren. We hebben altijd hier gewoond, zegt Mara. Tom gaat op zijn hurken zitten. En opeens is hij heel dichtbij. En hij zegt, hiervoor woonden jullie achter de sterren. Krokodillen wonen voor hun geboorte bij de rivier, apen in de bananenbomen en kinderen achter de sterren. Mick en Mara moeten lachen. Woon jij in de jungle? Vraagt Mara. Nee, veel te gevaarlijk. En je moet er altijd op je tenen lopen. En weten jullie waarom? Omdat de krokodillen je niet mogen horen. En van een krokodil heb ik een superspannend verhaal. Tom, zegt papa, we gaan eerst worteltjes taart eten en daarna mag je één verhaal vertellen. Heeft oma Koosje jouw worteltjes taart meegegeven? Mick juicht. Ja, de groeten ben ik kwijt, maar de worteltjes taart staat in de ijskast. Mick maakt een sprong in de lucht. Leuk zeg, Tom op visite. En Mara zwaait met haar armen. Tom is grappig. Vertel jij echt gebeurde verhalen? Vraagt ze. Altijd. En ik heb ook nog een groot cadeau voor jullie meegenomen. Ja, kom, zegt papa. We gaan naar het grote cadeau en de worteltjestaart. Thuis lopen ze de keuken in. Op de tafel liggen twee grote pakken. Tom gaat zitten en wijst aan. Dit is voor Mick en dit is voor Mara. Mick scheurt het papier eraf. Mara voelt eerst. Zacht. Het is zacht. Zij scheurt ook het papier eraf. Een leeuw heeft ze. En Mick heeft een tijger. Ik heb ze zelf in een bloedhete nacht gevangen in de jungle, zegt Tom. Niet waar,
roepen Mick en Mara tegelijk. Je hebt ze gekocht, zegt Mara. In een winkel, zegt Mick. Tom schudt zijn hoofd. In die bloedhete nacht droomde ik dat ik de leeuw en de tijger ving. En in Zuid-Afrika komen dromen soms uit. Nu ook. Kijk maar. Mara heeft de leeuw en Mick heeft de tijger. Dit was het weer voor vandaag. We gaan slapen. Welterusten allemaal. Dag. Morgen dan zie ik je weer met een mooi verhaal. Het is tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal. Tot morgen.